De Nationale Assemblée heeft vandaag een nieuwe software-applicatie gelanceerd, genaamd DNA-app. Deze app zal burgers in staat stellen via hun mobiele telefoons toegang te krijgen tot alle informatie over de DNA en haar 51 leden. De launch van de applicatie geschiedde door DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. Ze wees erop dat reeds onder het kabinet Bouterse 1 er gewerkt is aan het verbeteren van de toegang tot informatie over DNA. In dat kader is de website van het parlement gelanceerd. Begin dit jaar volgde ook DNA TV op kanaal 8.4. Naar haar mening kan echter niet elke burger meteen gebruik maken van een computer of de televisie om het DNA-nieuws te ontvangen. Aangezien bijna iedereen een mobiele telefoon heeft, vond Geerling-Simons het handig de app te lanceren. Op deze manier is het DNA-nieuws op elk moment en overal beschikbaar. De belangrijkste vooruitgang, behalve het gemakkelijker bereiken van wat er al op de website staat, is dat we nu de mogelijkheid hebben geschapen voor burgers om zelf hun interessesfeer aan te geven. Dus dat u via deze app zelf kunt aangeven in welke onderwerpen u als burger geïnteresseerd bent. En dat u dan meer gericht de berichten krijgt, actief berichten krijgt vanuit de Nationale Assemblée, dat er een bericht is online over de persoon of het onderwerp waar u als burger belangstelling voor heeft. Dit is de eerste stap. De toekomst is natuurlijk uiteindelijk dat we dit verder gaan doorvoeren en burgers informatie zullen krijgen over wat hun leden hier doen op welk moment. En vandaag leggen we de basis voor die ontwikkeling. De DNA-app kan gedownload worden via Google Play Store. Elk type Android-telefoon kan deze app downloaden, zegt Geerling-Simons. Het is belangrijk dat de gemeenschap weet en u ook, dat u met ons mee gaat testen. Dit is de lancering van de app, maar tot eind december beschouwen we dat dit de pilotfase is. U weet, we lanceren alle dingen op die manier. We willen graag dat burgers en gebruikers ons feedback geven, zodat we weten wat voor verbeteringen we erin moeten aanbrengen. Net als onze DNA-TV, die is officieel ook in pilot tot eind van het jaar. En ook in ontwikkeling. En deze app is ook in pilot. Dus we krijgen graag feedback via de nummers die dan aan u zullen worden doorgegeven. DNA-voorlichting om de zaken te verbeteren. Zaken die niet goed werken of zaken waarvan u zegt, hey, dit kan beter of dit kan anders. DNA-voorzitter Jannie Geerling-Simons vandaag bij de launch van de DNA-app. In de toekomst zal via voorlichtingsprogramma's alle wetten die worden aangenomen op een eenvoudige manier aan de burgerij worden uitgelegd.